allemaal super leuk gekeken naar deze nieuwe video. Voor de mensen die het kennen, ik ben Sarah Voort. En vandaag heb ik echt een super spannende video eigenlijk voor mij. Ik kon niet wachten tot deze items binnenkwamen, want ik kan je vertellen, ik heb nog nooit zo weinig geweten over mijn items van Naked. Ik heb dus kleurenblind geshopt op Naked. Dat betekent dat ik mijn scherm in zwart-wit heb gezet. En de taal in Frans, zodat ik niet de kleuren kon lezen of whatever. Dus ja, ik had echt geen Frans, dus ik wist het niet. Heb ik er ook niet op gelet, want daaronder heb je echt zo'n keuzebalk met al die kleuren. En die heb ik gewoon daar niet naar gekeken. Ik heb dit wel eens vaker gedaan met Shein en dit was echt een flop. Echt geweldig, het was grappig, maar ja, het was echt... Maar goed, vandaag een nieuwe kans met Naked. Shein heb je echt super veel items waarvan je denkt van nee, wat gebeurt hier? En bij Naked heb je dat minder snel. Dus ja, ik denk dat dit een meer succes gaat worden. I pray, I hope. En ik heb geluk dat de laatste tijd de trend van de felle kleurtjes helemaal in is. Dus zo, ik heb echt een vet leuke top in een fucking gare kleur. Dan kan het eigenlijk vertegenwoordigen wel. Dus al heb je gifgroen aan, geel, oranje, boeien. Het staat allemaal leuk. Dus eigenlijk is het ook gewoon een soort leuke motivatie voor mezelf. Om lekker veel kleurtjes te shoppen. Je shopt toch snel safe in het zwart of in het wit of in het grijs. En nu heb ik hopelijk allemaal leuke kleuren. Heb je nou zin in deze video? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Ik zou het heel erg leuk vinden als je mij support door op mij te abonneren. Veel van jullie kijken wel. Maar zijn nog niet geabonneerd. En de eerste 10 die een screenshot sturen op Instagram DM. Dat ze mij zijn geabonneerd. Ga ik terugvolgen en ik zelf mee kletsen. Vorige keer ook gedaan. Weer superleuk gesprek uitgehaald. Ik vind het altijd zo leuk om jullie te spreken. En ook in het echt te zien. Dus so much love. En je staat daar zo alleen. Ik heb ook echt letterlijk. Gewoon een sportlegging aan. En sloffen. Ik heb voor €600 geshopt, dus alright, oké. Voordat we beginnen met de video wil ik iets heel erg leuks zeggen. Ik heb namelijk een kortingscode, dus heb je nou een leuk item gezien dat je denkt, die moet ik ook hebben. Gebruik mijn kortingscode, SAVOR20, staat ook in de beschrijving. En linkjes staan er ook, maten, alles. Dus je kunt het allemaal checken en ook bestellen. Naked, love it. Oké, ik ga gewoon blind uit... de zak pakken. Als eerst mid-rise pants. Wat voor kleur is dit? Is het zwart of... Ik krijg gewoon maar een kippenvel. Nou, doe even normaal. Dit is gaaf. Dit is een donkerbruine leren broek. Dit is dus een low-rise. Oh, ik ben benieuwd hoe dit staat. Ja, ik heb dus broekenmaat 38. 36 is altijd te klein en al 40 is veel te groot. Ik vind deze kleur een partij gaaf. Holy shit. Ik zou het zelf dus niet snel bestellen, maar... ja, met een leren broek denk je toch sneller aan een zwarte broek. Of gewoon aan een zwarte leren broek. Maar hoe leuk in het donkerbruin. Ja, ik had deze dus al in het zwart, maar ik ben hem kwijt. Dus ik dacht, oké, ik bestel hem gewoon opnieuw en dan... of ik heb de zwarte weer terug of ik heb de bruine. Maar ik vind de bruine misschien nog zelfs wel leuker. Want ik heb wel meerdere leren broeken. Dus dit is echt gewoon geweldig. Hij zit mooi. Hij is lekker low rise. Of hoe noem je dat? Low waist. En je kan hem ook wat hoger dragen. Maar wat ik dan dus krijg is dat het heel erg zo gaat staan. Dus daarom trek ik hem naar beneden. En dan ziet hij er ook heel erg mooi uit. En dan ja, ik kan het van alles combineren. Ik heb hem gewoon... dit super topje, schoenen ook van Naked, dus ja, helemaal leuk. Hier ben ik echt vet blij mee. Staat ook echt helemaal nice. Oh, ik zie al kleurtjes, hier word ik blij van. Gaan we door met het volgende item. Wow. Oh, het is een tas. Ik dacht even, wat is dit voor top? Wat is dit nou weer voor? Het is ook alweer een tijdje geleden dat ik heb besteld door jongens, dus ik weet het niet allemaal. Maar oh, leuk. Oké. In het paars. Maar wel leuk. Oh, wat een heel leuk tasje vind ik dit. Het is echt te cute. Ik vind paars ook dus gewoon leuk te combineren met roze bijvoorbeeld. Wel heftig, maar misschien iets zachter roze. Maar leuk is deze. Hij is ook echt lekker groot, jongen. Hier kan ik een hoop in kwijt. Leuk dit kleurtje. Ja, dat zou ik dus niet snel doen. Ik vind het echt zo leuk. Ja, dan de tas. Helemaal leuk om dus met iets paars te combineren. Ik vind hem helemaal leuk. Het is wel echt een alledaagse tas. Lekker ruim is die ook. Super chill.
Ik vind hem echt helemaal cute. Helemaal leuk. Helemaal leuke tassie. Dan een broek. Oké, dus het is gewoon een pantalon. Oh, dit is wel een mooi patroontje. Kijk, het is echt een soort... Oh, leuk is deze. Oh, maar ik ben wel blij dat dit in een normale kleur is. Want als dit in een rare... Want ze hebben tegenwoordig echt veel pantalons en superveel kleuren en zo. Maar kijk hoe mooi dat die stof is. Echt heel erg leuk. Ik hoop dat die goed past. Nou, dan heb ik echt een nieuwe favor. Maat 38 heb ik dus ook hiervan. Ik hoop dat dit deze past. Oh, dat zou ik zo geweldig vinden. Maar kijk hoe leuk dit ook te combineren is. Deze kleurtjes, ja, ik vind het geweldig. Dan de split jeans. Hij is wat aan de strakke kant. Vooral hier, bij mijn kont of zo. En hij is wat laag of zo. Maar in principe past die wel gewoon. Alleen trekt net een beetje. Je ziet het totaal niet, dus ik kan hem gewoon aan. Maar hij zit niet zo comfortabel zoals ik zit. Dan duwt hij echt in mijn buik. Dus mega comfortabel is hij niet, maar ik kan hem wel gewoon aan. Het heeft dus een splitje hier. Dat vind ik heel leuk. Pak ik hier een accessoire op de zak. Oh ja. Dit is gaaf. Dit is een choker. Ja, dit kon gewoon niet fout gaan, want je weet gewoon dat het goed zit. Hoe leuk voor een chic feest. Ja, echt geweldig. Echt zo chic leuk. Hoe gaaf is dit? Ongelooflijke gave ketting. Ja, ik vind het echt amazing. Ik heb nu wel gouden oorbellen in. Dus... En dan de trend die je echt ziet. Grappig in deze kleur, in het groen dus. Nou, groen vind ik wel een hele leuke kleur. Kan je echt... Daar heb ik veel items van, dus kan ik leuk combineren. Maar dit is dus zo'n... Even kijken hoe dit werkt eigenlijk. Hoe doe je dit überhaupt? Dat moet ik nog even uitvinden hoor. Zo moet omknopen. Hoe leuk is dit voor festivaletjes en zo? Ja, dat vind ik echt geweldig. Nou, ik vind het helemaal leuk. Ik had echt niet erg gevonden welke kleur deze ook kwam. Want het is altijd leuk in een gek kleurtje. Dan dus dit. Ik voel me een beetje een piraat of zo. Maar dat is bij iedereen. Ik vind het wel echt helemaal leuk. Ik vind het echt heel erg leuk staan. Hoe leuk, ja, outfitje is dit voor een festival. Gewoon een leuk groen tasje. Super leuk topje kunnen combineren. Dat is hier ook helemaal leuk. En anders is het ook gewoon leuk, juist als accessoire om je outfit op te fleuren. Ik vind het zo grappig dat dit dan nu opeens weer een trend is of zo. Maar ik vind het wel helemaal leuk. Cute! En dan als laatst een zonnebril. Ik heb heel veel zonnebrillen. Allemaal zijn ze gewoon net niet. Of dat ze... Ik voel de vibe gewoon even niet bij mijn zonnebrillen. Komt hij er nog uit of wat? Hoe vet? Weet ik nog niet. Ik heb hem nog niet op mijn kop gehad, maar... Oh ja. Dit is toch leuk? Heeft hier aan de zijkant twee van die N van Naked. Is heel erg leuk. Hij is ook niet te groot. Dat is ook beter. Hij zit wel best wel strak op mijn hoofd. Maar gewoon lekker, als je naar het terras gaat, hup, brilletje op en ga met die banaan. Ik wist eigenlijk wel dat het ook goud was, want... Ja, ze hebben bijna nooit echt een zonnebril met zilveren details. Dan pak ik weer dit, het bovenste. Deze weet ik nog. Dit is een heel leuke jurk. Hij is dus in het zwart. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Zwart is altijd goed. Dit is dus van satijn. Allemaal franjes. Ja, dit is toch te leuk. Ik vind dit zo leuk. Oh my god, ik ben zo benieuwd hoe dit staat. Hij is wel warm, hij heeft echt lange mouwen, dus dit is niet echt een Curaçao vibe. Misschien meer een Parijs vibe. Nou, dit is ook gewoon een Nederland vibe. Dit is precies een Nederland vibe. Nee, dit vind ik echt geweldig. Ook vind ik eigenlijk wel leuk dat deze in het zwart is. Dan kan je dat lekker opfleuren met allemaal leuke accessoires. Dan... Oh. Wat is dit? Dit is heavy. Ik denk dat dit ook een jurk is. Hele heftige kleur. Maar wel leuk. Oh, wow. Dit is ook alweer zo mooie kwaliteit. Echt, het voelt gewoon als iets zo geweldigs. Oké, dit is dus ook weer een jurk. Met lange mouwen. Diepe hals. Hele diepe hals. Zo. Hier aantrekken. Heel gaaf. En bij de mouwen ook. Hele gave mouwen. Ja, dit is wel echt
heel mooi hoor. Ik wil niet veel zeggen, maar dit is wel echt prachtig. Die diepe hals, daar ben ik heel even benieuwd naar hoe ik dat in gedachten had. Wel heel gaaf hoor, zo'n kleurtje. Dat zou ik dus nooit bestellen. Dat vind ik zo leuk hier aan. Gelukkig dan niet allemaal saai cut items. Oké, dit is de blauwe jurk. Holy fuck. Ja, dit is echt geweldig. Alleen was hij echt veel te diep. Ja. Ik heb er nu een bralette onder gedaan. Van Lounge. En ik vind het eigenlijk best wel mooi. Ja, of ik moet hem echt laten dignaaien. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik vind juist dat diepe wel wat hebben. Maar ja, dit is echt geweldig. Ik ben ook echt blij dat het deze kleur is geworden. Want hoe leuk is dat? Ik vind het echt een hele kleur. Hij zit ook echt heel mooi. Niet te kort ook. En die mouwen zijn echt geweldig. Het is echt een top jurk. Alleen, ja, ik heb het nu zo. Let me know wat jullie mening hierover is. Maar als ik het zo heb. Want als ik dan zit, dan kan het ook een beetje zo naar voren gaan hangen en zo. Dus ja, het staat allemaal helemaal mooi zo op de foto als je het niet hebt. Maar ik heb het wel echt nodig om er iets onder aan te doen. Want anders, ja, wordt het wel echt heel heftig. Wel heel leuk. Love the kleur. Love everything. Jongens, zet je laptop eens een keer voor de grap op zwart-wit. En je schrikt je dood hoe erg niet je de kleuren kan zien. Ik dacht, oh, dat kan je er echt wel een beetje doorheen zien. Maar je ziet het gewoon niet. Dan heb ik hier een doos. Hier zit het schoen in. Oh my god, jongens. Nee. I don't know who was watching. I think it was God. Want... Ah! Dit is toch geweldig met die jurk. Wat een mooie hak. Ja, ik vond die hak sowieso echt al amazing. Zwart-wit kan dit echt heel erg wit lijken. Ik wist sowieso dat het wel een lichte kleur was. Dat het niet echt een donker. Maar dit is toch wel. En dit is ook leuk onder een spijkerbroek. Blauwe. Oh, dat is zo leuk met spijker. Nou, en het is natuurlijk gewoon echt te bizar dat deze hakken gewoon zo goed erbij passen. En dan ook gewoon in precies dezelfde kleur. Dat is toch gewoon niet normaal. Ik vind het echt bizar. Echt goed gelukt. De hakken zijn wel aan de grote kant. Ik kan heel erg makkelijk zomaar zo eruit. Dus ik weet nog niet helemaal hoe zich dat gaat vormen. Want misschien zijn ze wel gewoon echt... Ja, nee, ik kon er eigenlijk niet echt op lopen. Misschien ga ik ze wel even een keer een maat kleiner bestellen. Dat is echt, want ze zijn echt geweldig. Ik moet deze hebben gewoon. Oh, leuk! En het lila. Leuk bij de tasje. Het is een heel schattig topje volgens mij. De maat S. Leuk joh, dat is leuk. Oh, ik heb echt helemaal outfitjes. Leuk in deze kleuren. Het matcht allemaal wel een beetje met elkaar gelukkig. Alright, dit is de top. Ik heb dus maat S volgens mij. En ja, dit is eigenlijk gewoon perfect. Het zit super goed. Ik heb het nu dus gesteld met een bralette. Ik kan het ook zonder doen, maar ik vind het juist wel leuk. Leuk in het paars. En ik kan hem op een lichte broek dragen, maar op een zwarte broek kan ook. Helemaal blij mee. Helemaal happy. Helemaal cute. Dan... Oh, yes! Yes! Oh yes, dit vind ik echt geweldig. Want ik heb dus deze top. En dit is de matchende rok. En je hebt deze dus in meerdere kleuren. En... ik heb gewoon de eerste aangeklikt. Ik heb niet naar de kleur gekeken. Dus ik dacht, ik zie het wel. En anders heb ik ook een leuke rok in een andere kleur. Maar het is dus dezelfde rok. Dezelfde kleur. Oh. Dus deze rok. Ja, deze is ook gewoon sowieso leuk. Hij is heel lang. Hoe leuk setje is dit in de zomer? Even serieus. Ik vind het helemaal shit. Ik heb helemaal onbedoeld gewoon helemaal outfitjes geshopt. Oké, dan dit. Ja, pak, maar het gaat natuurlijk eigenlijk om de rok. Ik ben zo blij dat het dus gewoon in deze kleur is. Want dit is toch gewoon geweldig. Ik vind dit zo leuk voor de zomer. Gewoon een avondje, date night of zo. Ja, die top had ik al. Daar ben ik echt obsessief mee. En die rok zit ook echt... Hij zit gewoon perfect. Hij zit gewoon als gegoten. Het voelt zo lekker zacht allemaal aan. Het voelt gewoon aan eigenlijk alsof je niks aan hebt. Zo lekker zit het allemaal. Ik voel me helemaal een soort fairy of zo. Helemaal cute. Dus ja. Dat was het laatste, denk ik. Ja, dit is het laatste. Oh ja. Oh, dit is hier wat ook blij mee. Ik zie het al. Dit is een bralette. Corset bralette-achtig topje voor onder een blazer. Heel mooi. Ik hoopte echt dat deze in het zwart zou zijn. Want
Dit wil je gewoon onder een zwarte blazer, chic of bij een date night of zo. Kijk hoe mooi. Ja, dit is echt heel erg leuk. Dus ja, dit kan je zo mooi aandoen en dan zo'n leuke blazer overheen. Helemaal chic, maar heel gaaf, heel mooi. Dan hebben we hier de bralette. Deze vind ik echt geweldig. Hoe mooi is dit deze? Deze kan je echt alleen niet zonder blazer dragen. Je moet wel echt met blazer, want anders wordt het echt gewoon, ja, vind ik wel heel erg heftig. Ik heb deze blazer ook van Naked. Ik vind hem echt heel mooi. Heel leuk dit stofje ook. Zit helemaal mooi aangesloten ook. Dus dat is helemaal fijn. Ja, dit vind ik echt geweldig. Vind ik heel erg leuk op deze broek staan, by the way. Sorry hoor jongens, maar ik weet niet wat er mis is gegaan. Ik heb gewoon geen outro gefilmd. I'm so sorry, maar ik hoop dat je het leuk vond. Hè? Ik vond de challenge echt geweldig. Ik vond het zo leuk om gewoon even een keer out of my comfort zone wat nieuwe items in nieuwe kleuren te krijgen en zo. Dus zeker een aanrader om zelf ook gewoon te doen. Superleuk. Vergeet niet de kortingscode Sarah voor 20 te gebruiken. En ja, mij te abonneren, like, subscribe, comment. En laat me even weten over die blauwe jurk wat jullie ervan vinden. Want ik vind hem echt heel leuk, maar ik weet nou niet helemaal of het zo kan om te dragen. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doei doei!